Uiteindelijk ben ik hier gaan zoeken naar huurders die bij elkaar passen. En die maken hele mooie dingen. Ze hebben een hele hoge kwaliteit. Ze denken internationaal. Het is uiteindelijk een platform voor makers, design, kunst, technologie, innovatie. Wat vindt Gilbert ervan dat Stern nu voor het eerst haar deuren heeft geopend? Super gaaf. Ik heb echt waar, we hebben echt heel hard gewerkt aan de tentoonstelling, maar ook aan het gebouw. En ook het voorbereiden om hier te komen heeft jaren geduurd, zo'n tentoonstelling. En ook de verzameling aan huurders, bewoners, kan je niet in één dag bij elkaar vinden. En samen met onze partners, Oscar Middendorp en andere ondernemers in Rotterdam, hebben we het pand gekocht. En ze kunnen nu 36 jaar lang, minstens, hier hele mooie dingen maken, hele mooie dingen laten zien, internationaal publiek aantrekken en verder groeien. Een van de kunstenaars die een atelier heeft in Steur is Johannes Langkamp. Hij is beeldend kunstenaar en werkt onder andere met bewegend beeld. Dat kunnen films zijn of bewegende installaties, ruimtelijke installaties of kleine werkjes. Ik werk sinds vorig jaar in het Steurgebouw. Zeker inspirerend om hier te zitten, omdat het is heel verschillend. Je hebt die hoge ruimtes, je hebt lage ruimtes, je hebt onder het gebouw nog een ondergrondse iets waar muzikanten zich bevinden. Uitvinderachtige bedrijven en ik vind dat heel leuk. Nou, het is fijn om nu open te zijn, omdat het was toch even best een tijd lang gewoon in je eentje, in je hokje zitten en werken. Nu gooien wij die deuren open en dan is het dubbel, drie keer leuk om iedereen te mogen ontvangen en reacties te mogen ontvangen op werk. Want die exposities waren natuurlijk ook allemaal stil. Nu is het is fijn om iedereen hier zien te lopen. Een andere kunstenaar met haar atelier in Steur is Sabine Marcelis. Ze is designer. Ik werk voornamelijk met glas en hars. En ik ontwerp objecten en installaties die allemaal een interactie met licht aangaan. De omgeving hier is super inspirerend ook, want we hebben echt de meeste avonden hele mooie zonsondergang. En dat zijn ook dingen die vaak terugkomen in mijn werk. Dus dat is heel fijn om hier echt tegenover te hebben. Ik merk absoluut heel veel van Rotterdam Art Week, want de studio is nooit open. En er zijn nu iedere dag heel veel mensen die hier rondlopen. En het is heel leuk om de deuren zo open te slaan. De bedoeling is dat we inderdaad dit vaker doen. Bijvoorbeeld ook met de Wereldhavendagen of bij andere evenementen aanhaken. Maar we hebben hier deze tuin en we gaan hier ook vanaf vandaag eigenlijk elk weekend open. Met een sociëteit, met een creative garden. Jeetje, allemaal die woorden, maar gewoon een leuke plek in West waar je goed kan eten en mooie dingen kan zien en elkaar kan ontmoeten. Hopen gewoon een mooie gemeenschap op te bouwen. En ook met onze buren in dit gebied. Dit is zo ongelooflijk gaaf dat Rotterdam nog zoveel ruimte heeft. De mensen die in dit gebied zitten, daar moet Rotterdam echt heel erg goed mee omgaan. En niet naar de grote ontwikkelaars kijken, maar met de mensen uit de stad. Die leveren en die maken de stad. En dat is de waarde die we hier laten zien. Ik denk dat dat de kracht is van onze expo.